shit, mensen. Ik ben vergeten. Ik had helemaal beloofd. Vanaf nu. Vanaf nu? Dan heb ik een part de monsterkaart. Maar nee. Nee. Vorige part gewoon vergeten. Krijgen jullie van mij er twee. En alvast eentje nu gelijk. Want dan vergeet ik het niet en zo. Who is that? Monsterkaart. It's Schomp. Hij heeft 59 levens. En zoals je ziet, hij kakt daar messen. Want weet je wat het is? Als hij op het veld komt, kakt hij gelijk twee messen naar een tegenstander naar keuze. Dat is 1500 schade. Wat hij vervolgens ook kan? Tegenstander opeten en uitkakken. 1800. Doet hem zelf wel pijn, want hij eet niet graag. Anders dan messen, denk ik. Hij, zoals je ziet, leeft hij op het platteland. En hij kan bijten. Kijk, die houten units. Hij is ten alle tijde, weet hij het niet zeker. Dat zie je aan zijn gezichtsuitdrukking. Maar hij is wel boos daarbij. Messen in tegenstanders knar, wat ook wel gezicht is, mocht je dat niet weten. Kaken. 1500. Overal wel een oké'e. Een beetje weinig levens, maar met een beetje geluk moet goed komen. Ja! Hey, schat! Oh. Wilson! Hallo mensen. Het is oudjaarsavond momenteel nu. Terwijl ik dit monteer. Maar! Wat Keitan daar deed, want hij deed een rare knipoog en daarom ook dit doen. Hij refereert naar een oude aparte filmunit. Uit Woedepol en IJs. Jammer genoeg heb ik dat beeldmateriaal niet meer. Dat is vergaan. Maar toch, hij refereert ernaar, dus ik moet er iets mee. Het is Wilson! Dus krijg hier het nummer met een hert. Want dat was het ongeveer. Heel veel meer was die sketch niet. Bleek achteraf ook dat het beest helemaal niet Wilson heet. Maar, ja, zodoende. Gelukkig nieuwjaar, mensen. Ongeveer het beste wat ik kon doen om het memorabele verleden van de te capturen. Nu gaan we verder met het shot waar ik in bezig was met Keitan. We zijn verder aan het brabbelen over dingen in de toekomst of zo. En kijk maar gewoon. Will. Ja, er is dus. Ik blijf filmen. Er is, ik heb een spelletje gespeeld en die moeten we echt een keer gaan reviewen live met onze knarren en shit. Want daar, de poppetjes in dat spel, die praten zo verknipt. Ik heb het eerder gebruikt als, volgens mij voor de stem van... Willy van Vijf Hoog. Die moet je niet vertrouwen, die gek. Echt niet, nee. En dat is gewoon een topje van de ijsberg. Loopt ergens ook in dat spel een walvis rond. En die praat gewoon... Will. En die ga ik nu proberen in te zetten in 3, 2, 1.
Maar dat moeten we ook een keer doen. Ja, beter wel. Dat klinkt als een puikidee. Ik zeg dat gaan we een keertje doen. Ja. Tot dan, kijkers. Kijk de rest niet van deze aparte filmserie, maar alleen dat. Wacht gewoon daarop. Nee, kijk trouwens maar wel. Ik hou van jullie views. En Sjaak. Hallo Sjaak, als je dit kijkt. Top man. Ik vind dat heel fijn. Ja, ik ook. En ik heb nieuws. Want Orrie is eindelijk. Hij ging in augustus of zo en het is nu januari. Twee daarvan volgens mij, of drie zelfs. Ja. Drie. Hij is uit de Efteling. Eindelijk! Feest! Ja, hier Orrie. Zag je ze? Wat een blaren. Ja. Maar de Jonas-stengel, hij is... Hij stinkt een beetje. En dat komt omdat ze groeien bij de... Wat was deze naam ook weer, professor? De Swilly Wokeri. Wokeri. Oh ja, die. En zo zie je hier weer een stuk bamboe, wat niet opgegeten wordt door de panda's. Ja, wel door dan moeten ze echt uitgehongerd zijn, willen Sasquatches dat doen. There's gotta be some kind of logical explanation. So that mailbox? Yes, ma'am, this is where it was. You see what happened, I pulled up in my vehicle, and I put the paper in a tube. And something caught the side of my eye over here, a shape. I pulled in a little bit more so I could face it. This figure was walking along that tree line right there. Turned around and it looked at me, and I saw these big red eyes. It was big. Looked at each other for seconds, and then I got really scared and I drove off. Ik ben een beetje verontrust door deze plant. Hij ruikt niet lekker en ik ben er niet blij mee. Hoe heet die plant die daar opgehokt is? Vrij van roesta. Kijk eens even, jongens. Staafkralen. Dit is het geluid van de staafkraal. Weer? Ja, dit maakt mij wel blij. Ja. Die niet. De Jonas-stengel. Deze wel. Staafkralen zijn leuk. Jonas stengels niet. Nee. Het is toch een beetje yin en yang hier. Laten we verder gaan. Yin en Jan. Tief op yin en Jan. Ja. Who is that? Monsterkaart. It's Barometer. Helle. 830 levens. Kijk hem, Tom. Met Baro, dat is zo'n meetinstrument, die heeft hij.
ten alle tijde in hem. En hij, zoals je ziet, zijn omgeving is... ravijn. Hij is gevallen ergens in zo'n... bergkloof. Daar woont zijn soort. Daar meet hij. Wat hij dus kan is barrels meten. En dat is 1780. Min 60 voor zichzelf. Want ja, dat ding dat zit in zichzelf. Dus hij meet in principe dan gewoon zichzelf. En ja, daar heeft hij, zoals je de gezichtsuitdrukking ziet, heeft hij best last van. Meetlatklap, 200. Dan krijg je een klap van dat ding. En in het dal wonen. Ja, zoals je al eerder ziet. En daar heeft hij natuurlijk zijn achtergrond bij nodig. 220, aanvals, meuk. Als hij op het veld komt, mag hij alle magische kaarten op het veld hebben. Of nou ja, dat mag jij dan als speler. Hij fixt dat voor jou. Hij is zeer zeldzaam. Mensen in de wereld van monsterkaarten hebben hem niet makkelijk kunnen vinden. Want zoals je ziet, waarom de fuck zou je daar gaan zoeken naar een monster? Maar het is gebeurd en we hebben hem gedocumenteerd. En ja, dus daarom is hij zeer zeldzaam. Hey mensen, ik hoop dat jullie een beetje snel kunnen schakelen, want we schakelen nu over naar Rob. Dat is wat je moet doen, weet je? Het is allemaal snel schakelen. Snel yes. Schakelen, daar gaat het om. Woensdag, we zijn hier vandaag weer gekomen om gezellig in dit idyllische dorp. Hoe heet die dorp, Mick? Hendrikie Lambacht. Hendrikie de Lambacht. Je zegt het verkeerd, de klemtoon is verkeerd. De klemtoon is Hendrikie de Lambacht. Ja, dus zodoende. En wat eten de mensen hier op brood? Mos. Mos. Dat is heel anders. Dat is wel even heel anders. En ja, ik weet niet, het accent is een beetje doodgenoeg. Maar goed, voor de rest, ja, mos dus. Oké, okay, ja. En hoe komen ze eraan? Daar hebben ze kleine huisjes voor, zoals die. Zijn dat kweekkastjes? Ja, moskweekkassen. Oké. Okay. De mossenkast. De dynamiek van dit gesprek vind ik wel leuk. Ik ben het aan het vertellen, maar ik vraag het ook. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, okay, maar ja. Oh, kijk, gelukkig zitten we niet binnen. Oh, die gaat stinken trouwens. Ik heb gisteravond biertjes gedronken, dames en heren. Veel te veel. Kaat en kak. Oh, jezus. Oh, Mick, geniet. De ramen mogen niet open. Ja. Oh, anders moet Mick weer kotsen. Weet je waar ik een onwijze hekel aan heb? Als je jezelf begeeft in een net christelijk dorp en vervolgens zijn er mensen aan het werk. Vuurwerk. Nota bene. Kenny. Nota bene. Ja, nee, ik word daar een beetje, ik word er misselijk van, weet je. Op de dag des heroes zijn ze gewoon aan het werk, hoor. Vuurwerk, hoor. Absurd. Daar houdt deze net de jongen niet van. Ik hou hem het liefst gewoon aan de Bijbel. Ja, keeping it biblical, mate. Dus ja, zo doen we. Kijk, daar gaan ze. Daar gaan ze. Het suddert. Het suddert en het brandt. Het is akelig, schakelijk. Dat Sjaak Groeneweg mijn films kijken. Ik voel me echt vereerd. Zeker. Dankjewel, Sjaak. Hou van jou. Jacco ook.